En u ook willen vragen om er extra attent op te zijn, om geen uitspraken toe te laten die onze parlementaire democratie ondermijnen. Dank u wel voor deze oproep. Het zijn niet allemaal onze vijanden, maar die ideologie is levensgevaarlijk. Meneer Kuchu. Voorzitter, ik haak even aan op het element dat in de afgelopen dagen er heel weinig moslims zich van zich hebben laten horen. Dat meneer Wilders die niet heeft gezien. We hebben in Rotterdam een hele waardige bijeenkomst gehad. We hebben in verschillende gemeenten in het land op een hele waardige manier een minuut stilte gehouden. In Amsterdam hebben moslims en joden hand in hand geprotesteerd tegen die vunzige aanslagen in Parijs. Hoe kan het dan zo zijn dat meneer Wilders de islam en daarbij meteen ook daar meteen aan toegevoegd, moslims geloven nou eenmaal in de islam, dat hij die mensen wegzet en dat hij niet aangeeft van ze dragen bij aan de oplossing. Dank u wel. Nee, allebei is niet waar, want nogmaals, ik heb het over die kwaadaardige, gewelddadige ideologie en niet over de mensen. Dus ja, dat u dat op één lijn scheert, zegt meer over u dan over mij, want ik heb dat niet gedaan. En ten tweede, er waren er bijna geen, misschien op een plekje in Rotterdam. Ik bedoel, er waren volgens mij meer mensen van het NOS-journaal die dat graag uitzenden live. Goed gefilmd, dat iedereen in Nederland denkt dat er 3 miljoen mensen stonden. Dat was niet zo. Dat was niet zo. De werkelijkheid is dat ik geen massademonstraties heb gezien in heel Nederland of in Parijs of in elders waar moslims zeggen en opstaan in grote getalen: dit is niet mijn islam. Ik heb ze niet gezien. En zolang ik ze niet zie, is het de minderheid die kan doen wat ze doen omdat de meerderheid het gedoogt. Dat is wat er aan de hand is. Meneer Kuchu. Voorzitter, meneer Wilders sluit zijn ogen voor de werkelijkheid. Want die waren er degelijk. Als je het niet wil zien, dan zie je ze ook niet. En mijn oproep hier is, laten we nou samen met elkaar die vuist tegen terreur gaan maken. Vuist tegen terrorisme. Moslims en niet-moslims. Van alle gezinten, van alle geloven bij elkaar. En dat is volgens mij precies ook de strijd die we met elkaar moeten gaan voeren. Maar wat ik hier zie, is dat de heer Wilders in een schijnwerkelijkheid leeft, niet wil zien wat er allemaal in de samenleving gebeurt. En daarmee is hij tweedracht aan het zaaien. En mijn vraag is, waarom doet u dat nou constant? Meneer Wilders. Mevrouw de voorzitter, de werkelijkheid is dat wij in Europa al tientallen jaren, in ieder geval ruime tijd, overal aanslagen zien van Allah Akbar roepende mensen, moslims, van Madrid tot Amsterdam, van het Joods Museum in Brussel tot in de metro in Londen. En wat gebeurt sinds we de massa-immigratie uit islamitische landen hebben toegelaten hier? Dat hebben wij niet gedaan, dat hebben andere politieke stromingen gedaan. En wat we tegelijkertijd zien, iedere keer opnieuw, is dat daar geen massaal protest tegen komt. En ik zeg u, ik wil geen tweedracht zaaien. Ik wil zorgen dat Nederland een veilig land wordt. En we hebben al die ellende sinds we de islam hier hebben geïmporteerd. En wat ik zeg, is dat we moeten de-islamiseren om Nederland veiliger te maken. Meneer Kuchu. Voorzitter, daar alleen red je het niet mee. Als we met elkaar terrorisme gaan bestrijden, dan moeten we ervoor zorgen dat we dat samen gaan doen. Dat betekent dat je geen onderscheid moet maken in moslims en niet-moslims of islamieten of niet-islamieten. Dat moeten we samen met elkaar gaan doen. We moeten denken aan de veiligheid van ons land en daar moeten we schouder aan schouder voor staan. En het is niet alleen de oproep die de heer Wilders hier doet al 11 jaar lang. Het gebeurt in de samenleving en ik zie dat het steeds vaker gebeurt. En wat alle antiterrorisme deskundigen ook zeggen is dat we de voedingsbodem met elkaar moeten bestrijden. De NCTV geeft aan in zijn terreurdreiging van afgelopen juni dat de uitspraken van de heer Wilders ook een magnetische vorm hebben in het binnenhalen van terreur in Nederland. Hoe ziet u uw eigen rol daarin? U bent een terreurmagneet, meneer Wilders. Ja, voorzitter, de ene keer noemt heer Kuchu mij een gezwel. Dat noemt hij mij Hitler. Dan zegt hij dat ik het zijn. Het mag het allemaal doen hoor, wat we er ook van vinden. Maar ik sta hier voor één ding. En dat is voor de veiligheid van Nederland. En dat is voor het bestrijden van de wortel van het kwaad. En die wortel van het kwaad heet de islam. ISLAM, islam. En wij zullen niet rusten voordat we Nederland hebben gede-islamiseerd. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wilders. Dank u wel. Dank u wel. Een persoonlijk feit kunt u een opmerking maken, maar ja, geen precies. Debat mee. Het is inderdaad zo dat we de heer Wilders, we hebben de heer Wilders niet vergeleken met Hitler. We hebben gezegd dat hij op weg is om dat te worden. Dank en daar wel. Sta ik keihard achter. Genoteerd.
Is staat genoteerd.